Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 7 april van Weerplaza. Het is vandaag een stralende lentedag. Alleen in het zuidwesten zijn vanochtend wat meer wolken te zien. Verder schijnt de zon geregeld. Het is 11 of 12 graden vanochtend bij een zwakke tot matige noordoostelijke wind. Vanmiddag beleven we een primeur. Het wordt voor het eerst dit jaar 20 graden op veel plaatsen. Wel is later in het zuiden van het land kans op een enkele regen- of onweersbui. Vanavond is ook nog kans op een paar buien in de zuidelijke provincies. De temperatuur ligt rond een graad of 15 bij een zwak tot matige oostelijke wind. Morgen blijft het in het noorden van het land droog, wordt het 17 graden. In het midden en zuiden is kans op een paar regen- en onweersbuien. Het is nog wel zacht met 18 of 19 graden en een matige noordoostelijke wind. Vanaf dinsdag is het een stuk koeler. Dinsdag vallen er een paar buien. Woensdag en donderdag blijft het nagenoeg droog, maar dan wordt het hooguit 12 graden. Dus geniet van de dag vandaag, vanmiddag 20 graden. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.